zaterdag 5 december in de manege aan de Zwarte Dijk. Naast me zit Kees Petersen, penningmeester van de PSV, de paardensportvereniging Kampen. Hoe gaat het op de manege tegenwoordig? Het gaat steeds beter. We hebben een paar moeilijke jaren gehad. Maar we zitten weer volledig in de lift. En dat kun je ook wel zien. Het is hier ontzettend druk. En mensen weten de manege weer te vinden. En het gaat steeds beter. Meer leden, stallen meer gevuld. En ja, nieuw elan. Veel mensen ook van die hier pas op de manege zijn. En heel erg enthousiast om hier wat van te maken. Ja. Het zijn inderdaad wel andere tijden geweest, had ik zo begrepen. Ja, we hebben een paar rumoerige jaren gehad. Met ook wat bestuurswisselingen, wat ruzies en dergelijke. Achterstallig onderhoud. En we proberen nu met een nieuwe club, een nieuw bestuur, enthousiast bestuur. En nieuwe leden proberen weer de schouders eronder te zetten. Om van deze manege weer een goede manege te maken. Waar de stallen weer volledig bezet zijn. En waar iedereen kan paardrijden, want daar is het om te doen. Ja. Kees, je zei net dat jullie de schouders eronder hebben gezet. Hoe hebben jullie dat gedaan? Er was veel achterstallig onderhoud. En we hebben met een club senioren zijn we wekenlang bezig geweest om de verouderde stallen te vernieuwen. En dat is een hechte club geworden die er echt enthousiast is bezig geweest. En dat is ook nu te zien in de middenstallen. Die zijn behoorlijk opgeknapt. En voor de rest, ja, is het een ook zoals met deze ui, inzet van vrijwilligers is belangrijk. En daar hebben we nu profijt van enthousiaste club. Ja. Als je lid bent van de manege, dan ben je eigenlijk ook verplicht om mee te werken aan activiteiten. Je bent verplicht om mee te werken aan activiteiten. En gelukkig hoef ik ze nu niet achter de broek te zetten. Dat komt spontaan. Ja. Dus een gezellig familiegebeuren hier ook? Dat wordt er steeds meer, ja. Je ziet ook... Kinderen rijden, pa en moe bezig? Ja, dat zie je heel veel. Dat de kinderen rijden en dat pa en moe hier druk zijn. Of in de stallen of in het verenigingsgebeuren. Ja. Mijn dochter heeft hier ook gereden in het verleden. En ik hoor zelfs nu dat er speciale begeleiding bij de lessen is. Klopt dat? Ja. We hebben ook op zaterdag tientjesleden. Dat zijn kinderen die hier komen en kunnen kennis maken met paardensport. En ze betalen daar een tientje voor om te lessen. En ze zijn dus nog niet echt lid. Maar ze kunnen zien wat het paardrijden inhoudt. En kunnen dan een beslissing nemen van ga ik wel door als lid. Of het is toch niet iets voor mij, ik kies wat anders. Ja. Paardensport had altijd een beetje een elitair stempel. Dat vind je hier niet terug? Nee, dat vind je niet terug. Het is echt een doorsnee van de bevolking wat hier lid is. En wat. Het is tegenwoordig voor iedereen? Voor iedereen, ja. En dat zie je ook terug in de ledenaantallen, want het is behoorlijk gegroeid, heb ik begrepen. Ja, we zitten nu op 90 leden en 40 tientjes leden. Dat is dus voor de zaterdag. En het is hier elke zaterdagmorgen drukte van belang en gezellig ook. En dat merk je ook in de kantine en dergelijke. Dat er meerdere mensen naartoe komen. Ouders, grootouders, die komen even kijken wat de kleinkinderen aan het doen zijn. En dat geeft meer gezelligheid op de manege. En je hoeft niet eens zelf een pony te hebben of paard. Je kunt ze ook hier van de manege huren. Ja. Je kunt huurlid worden. Dan heb je een paard die van de vereniging is. En daar kun je op rijden, verzorgen en op lessen. Ja. Geweldig. En dan deze weken de zilveren ui. Gisteren zijn jullie daarmee gestart? Gisteravond zijn we begonnen. En vandaag de hele dag. En dat is op dit moment de paarden. En volgende week hebben we woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en de hele zaterdag. En dan zijn het ponies. Ja. Spannend allemaal. Is er nog plek voor nieuwe leden? Er is nog plek voor nieuwe leden. We kunnen het altijd gebruiken. Er is ook nog plek in de stallen. Voor vooral de grote stallen zijn op dit moment nog een 10 stuks zijn nog onbezet. Gewoon als pensionstal? Pensionstal en de wat kleinere stallen, daar begin ik zelfs te denken aan een wachtlijst. Ja, ja. Als je een oproep hebt, doe het bij deze. Ja, we hebben nog ruimte in de grote stallen voor paarden. Die kunnen hier nog gestald worden. Ja. Maar ik bedoel ook leerlingen, lessen.
leerlingenles, daar hebben we nog ruimte voor. Ja, graag zelfs. Ja. Mooi, ik wens jullie veel succes en zeker met de zilveren ui. Veel plezier. Oké, bedankt. Dank je. Ik zit hier bij Mireille, de dochter van de man die we net gesproken hebben. Mireille, jij loopt hier ook al zo'n beetje 10 jaar. Wat doe je tegenwoordig nog op de manege? Ik heb op de manege mijn eigen paard. En ben momenteel penningmeester van paardensportvereniging Kampen. En ik leid nu het wedstrijdsecretariaat samen met een groep mensen. En daarmee draaien we op momenten zilveren ui. Dus. En wat houden die werkzaamheden in? Nou ja, eigenlijk alles voorbereiden. Zorgen dat de mensen zich aan kunnen melden. En de dag organiseren dat alles op rolletjes loopt. Dus. Prijs uitreiken? Dat doet de jury. Dat hoeven wij niet te doen. Wij moeten alleen in de gaten houden of alles juist gaat. Zijn er veel deelnemers, deze zilveren ui? Nou, het loopt wel aardig. De paarden wat minder, maar de ponies, daar is meer deelname voor. Ja. Okay. En tot hoe lang duurt het? Het evenement is dit weekend en volgend weekend hebben we 4 dagen ponies. Dus, Nou, ik wens je veel plezier. Sterkte. Dankjewel.